Hey, lieverd. Hier is opa Rob met een verhaaltje. We zitten in de sprookjes en in de grapjes. Een verhaaltje waar we mee beginnen is het verhaaltje waarin er 3 wensen gedaan mogen worden. Piet, Jan en Leo hebben schipbreuk geleden. En ze zijn gestrand op een onbewoond eiland. Ergens midden in de oceaan. Op een dag komt er een zeemeermin langs gezwommen en die zegt: "Hallo mannen, jullie mogen alle 3 een wens doen. Die laat ik dan uitkomen." De mannen denken na waarna Piet als eerste zijn wens doet. "Ik wil terug zijn bij mijn vrouw in mijn villa." En hij heeft zijn zin nog maar net uitgesproken of hij is al weg. En Jan weet ook al wat hij wil wensen. "Ik wens dat ik terug kan naar mijn boerderij." En niet veel later is Jan ook verdwenen. Leo denkt even na. Hij weet het niet zo goed, maar uiteindelijk zegt hij: "Weet je wat het is? Het is toch wel saai hier in je eentje. Ik zou wel willen dat Piet en Jan weer terug waren hier." En hup, ze zaten alle 3 weer op het eiland. Ze hadden dus alle 3 een wens gedaan en er was uiteindelijk niks gebeurd. Hé, het is roze en het slingert door de jungle. Tarzan in een tutu. En het is groen en het staat op de piste. Een kiwi. Nou, dan gaan we een sprookje voorlezen. Goed. Het sprookje gaat over het lelijke jonge eendje. Het was een zonovergrote namiddag aan het einde van de zomer. Vlakbij een grote oude boerderij op het platteland had de moeder eend een nest gemaakt bij het water. "Wat duurt het toch lang om deze eieren uit te broeden," zuchtte ze. En eindelijk begonnen de jonge eendjes hun weg uit de eieren naar buiten te pikken. Hun snaveltjes tikt wild tegen de eierschaal. Eén voor één tuimelden ze op de bodem van het nest, nog nat van het ei. Al vlug richtten ze zich op en schudden hun lijfjes tot hun veertjes zacht en donzig en helemaal droog en pluizig waren. De jonge eendjes keken verwonderd om zich heen. "Wat is de wereld toch groot?" piepten ze. "Oh, de wereld is veel groter dan dit," kwaakte de moeder eend. "Nu, is iedereen al uit het ei gekomen?" "Oh nee, lieve help, nee. Dat ene grote ei is er nog altijd." Een oude eend zwom voorbij en stopte om een kijkje te nemen. "Oh, dat moet een kalkoenenei zijn," zei hij. "Ik had er ooit ook zo een in mijn nest. Dat heeft me wat zorgen gebaard, hoor. Het kuiken wilde gewoon niet in de buurt van water komen. En hoe hard ik ook probeerde te duwen, als ik jou was, zou ik dat ei gewoon links laten liggen." En traag zwom de oude eend weg. "Ik denk dat ik toch nog maar wat langer op de eieren blijf zitten," zei moeder eend. "Ik heb lang genoeg gebroed, maar een paar dagen, dat maakt dan ook niet zoveel meer uit." Korte tijd later hoort de moeder eend kloppen en spoedig tuimelt er een nieuw eendje uit dat grote ei. "Piep, piep," roept het. De moeder staart ernaar en roept uit: "Hij is heel groot en hij lijkt niet op de andere. Ik vraag me af of het nou echt een kalkoen is." De moeder eend liep voorop en haar kroost volgde haar naar het water. Plons! Eén voor één verdwenen de kuikentjes onder water en kwamen als ballonnetjes opnieuw aan de oppervlakte. Al snel gleden ze allemaal over het water, zelfs dat lelijke jonge eendje. "Oh," zei de moeder, "gelukkig, dat is geen kalkoen. Kijk hoe goed hij zijn pootjes gebruikt en hoe recht hij zwemt. Dat is er eentje van mij.
En hij is ook niet zo lelijk hoor, als je heel goed kijkt. De volgende dag nam de moeder eend haar kroost mee naar het boerenerf. Goed allemaal beleefd, oude eend, zei ze. De jonge eendjes bogen. Toen waggelde de kalkoen op hen af om hen te inspecteren. Ik heb nog nooit zo'n groot lelijk eendje gezien, snaterde de kalkoen. En dat was nog maar het begin. Iedereen was gemeen tegen het jonge eendje, omdat hij zo lelijk was. De eenden pikten hem, de kippen sloegen hem en het meisje dat het pluimvee voederde gaf hem een trap. Het arme eendje was doodongelukkig. Hij rende weg zo snel hij maar kon met zijn grote zwemblies. Hij bereikte al vlug het bos en kwam aan bij een groot moeras waar wilde eenden woonden. Daar verborg hij zich onder een struik en hij voelde zich heel eenzaam en moe. En 's morgens vlogen er enkele wilde eenden voorbij. Ze stopten om de nieuwkomer eens goed te bekijken. Wie ben jij? Vroegen zij. Ben jij een boerderij-eend? Een eend? Krijsten die mensen. Ja, ik ben een boerderij-eend, zei de lelijke eend. We hebben er nog nooit zo eentje gezien. Maar we vinden het niet erg als je een tijdje bij ons blijft, want het moeras is groot genoeg voor ons allemaal. Het lelijke eendje was blij dat hij kon rusten bij het moeras, ver weg van de gemeene dieren op de boerderij. Enkele dagen later kwamen er twee wilde ganzen voorbij. Hallo, riepen ze. Wil je wat gezelschap? Kom dan maar met ons mee. Het lelijke eendje wilde niets liever. Maar nog voor hij kon bewegen, klonken er schoten en vielen de ganzen in het moeras. Een reusachtige hond plonsde in het water om ze op te halen. Plotseling stond er een grote hond voor het eendje. Hij besnuffelde het kleine eendje met zijn neus, toonde zijn scherpe tanden, maar toen, plots, sprong hij het water in, zonder het eendje aan te raken. Godzijdank, ik ben zo lelijk dat zelfs de honden me niet willen hebben, hijgde het eendje. Hij bleef roerloos liggen tot de honden verdwenen waren en de schoten opgehouden waren. Toen alles stil was, begon het eendje te rennen. Hij rende net zo lang door tot er een zware storm kwam opzetten. Gelukkig kon hij tijdig een buitenhuisje bereiken. Het jonge eendje wurmde zich door de spleet. In het huisje woonde een oude vrouw met een kat en een kip. En ze hield van beide alsof het haar kinderen waren. De kat en de kip probeerden het eendje gerust te stellen. Als je je eieren legt en je leert spinnen, komt alles in orde. Maar het eendje kon geen van beide. Dus zat hij weken aan een stuk verdrietig in een hoekje. Hij herinnerde zich hoe heerlijk het was om in het water te glijden. En uiteindelijk zei hij tegen de kip: ik ga weg. Ik trek de wijde wereld in. Wat een opzucht idee, zei de kip. Maar ga je gang maar. En zo verliet het eendje het buitenhuis. Hij vond een grote vijver waarin die dag in dag uit ronddreef in de zon. Het werd herfst en de bladeren kleurden oranje en goud. En op een avond kwam er een mooie vogeltroep langs. Een troep mooie vogels. Het jonge eendje had nog nooit zulke vogels gezien. Ze bogen hun sierlijke hals en hun zachte veren waren verblindend wit. Ze slaakten een vreemde kreet en spreidden toen hun prachtige vleugels en vlogen weg naar warme landen. Toen hij hen hoger en hoger in de lucht zag stijgen, kreeg het lelijke jonge eendje een raar gevoel van binnen. Hij strekte zijn hals naar hen uit, slaakte zo'n vreemde kreet dat hij er zelf van schrok. Niet lang daarna begon de koude winterwind te blazen en er kwam vorst over het land. Het eendje moest blijven rondzwemmen in het water, zodat hij niet zou bevriezen. Maar de open plek in het water waar hij zwom, werd elke nacht kleiner en kleiner. Het vroor zo hard dat het ijs kraakte wanneer hij bewoog. Het eendje moest met zijn poten peddelen om de open plek niet te laten dichtvriezen. Uiteindelijk kwam hij
was hij uitgeput en lag hij stil en hulpeloos, vastgevroren in het ijs. 'S Morgens vroeg kwam er een boer aan, die zag wat er gebeurd was. Hij brak met zijn klomp het ijs in stukken en nam het eendje mee naar huis. Dat eendje wordt wel gered elke keer. Dat is wel mooi, toch? Nou, we gaan verder lezen. We moeten even de bladzijde omslaan. Zo. Oh nee, nog even. Wacht even. Gaat moeilijk vandaag. Ja. Door de warmte van het huis knapte het arme schepseltje weer op. Maar toen de kinderen met hem begonnen te spelen, werd het eendje bang. Hij schrong angstig, fladderde recht op de melkton af en spatte de hele kamer onder de melk. Toen klapte de moeder van de kinderen in haar handen, wat hem nog meer schrik aanjoeg. Hij vloog in het botervat, vervolgens in de meelton en er weer uit. De vrouw gilde en sloeg hem met een tang. De kinderen lachten en tuimelden over elkaar heen toen ze hem probeerden te vangen. Maar gelukkig, hij kon ontsnappen. De deur stond open. Hij kon naar buiten glippen, wurmde zich tussen de struiken door en ging helemaal uitgeput in de verse sneeuw liggen. Uiteindelijk overleefde het eendje de winter. En toen het lente werd, strekte hij zijn vleugels uit en vloog naar een mooie tuin met een grote vijver. 3 mooie vogels gleden sierlijk over het water. Het waren zwanen, maar dat wist het lelijke eendje niet. Ik ga naar hen toe, dacht hij. Misschien zullen ze me doden, maar nog liever dat dan dat de kippen me doodpikken. Hij gleed naar de zwanen en boog zijn hoofd. Daar, weerspiegeld in het water, zag hij nog een andere zwaan. Kijk, er is een nieuwe, riepen 2 kinderen die de tuin kwamen ingerend. Hij is de mooiste van allemaal. De zwaan, dus dat was het lelijke eendje, maar nu was hij groot geworden als zwaan. Hij richtte zijn sierlijke hals op. Zijn hart vulde zich van liefde voor de andere zwanen. En nu hij volwassen was geworden, was hij eindelijk gelukkig. Dat was het verhaal van het lelijke eendje, die niet gelukkig werd tot hij groot werd en begreep dat hij niet een eendje, maar een zwaan was. Nou, ga nu maar lekker slapen. Welterusten, hè? Tot morgen. Dag!